Het is woensdag 14 mei. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Bombardement op Rotterdam herdacht. Turken demonstreren in Rotterdam tegen slechte werkomstandigheden van mijnwerkers. En tentoonstelling over gewonde dieren bij vogelklas Karel Schot. En het weer, Ed Alders. Donderdag is een mooie dag met veel zonneschijn. In de middag ontstaan er ook wel wat stapelwolken, met name landinwaarts. Langs de kust blijft het tamelijk zonnig. De temperatuur komt een graadje hoger uit. Het wordt een graad of 15 en de wind die waait meest matig en die komt erbij uit het noorden. Nou, zometeen kom ik graag bij u terug en dan heb ik fantastische berichten voor het komend weekend. Tot zometeen. Om 1:01 op 14 mei 1940 werd de binnenstad van Rotterdam verwoest door een luchtaanval van de Duitsers. Vandaag was de jaarlijkse herdenking bij het monument van Zadkine, de verwoeste stad. Wat hier heeft plaatsgevonden, dat is natuurlijk verschrikkelijk geweest. En ja, toch een belangrijk moment in de geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Maar uiteraard ook in de geschiedenis van het Korps Mariniers. Dat staat daarom ook genoteerd in ons vaandel. Daarom de stropdas en daarom vandaag hier aanwezig. Daarom vandaag speciaal een vrije dag genomen om hier te mogen zijn. Bij het monument op plein 1940 werden kransen gelegd en werd 2 minuten stilte gehouden. Ook burgemeester Abu Talib was aanwezig bij de herdenking. Als eerbetoon aan de slachtoffers luidden de klokken in de binnenstad 10 minuten lang, even lang als het bombardement geduurd heeft. Bijna 80.000 Rotterdammers raakten in één klap hun huis en hun spullen kwijt. De oude binnenstad werd compleet verwoest. Bij het bombardement van 14 mei kwamen bijna 900 mensen om het leven. Maar wie waren die mensen en hoe zagen ze eruit? Daar wil het Museum Rotterdam een antwoord op geven. Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat de stad werd gebombardeerd. En het museum wil dan dat ieder slachtoffer een gezicht krijgt. Wij hebben er alvast 2 gevonden. Dat was Gerard van Langeveld en Catharina van Langeveld Plat. Hele lieve mensen. En ik heb nog hele indringende herinneringen aan ze. Ik was nog geen 3 jaar. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ze vaak bij ons op bezoek kwamen. En ik wild enthousiast was. En op de stoel stond te springen voor de raam, dat mijn oma eraan kwam. Dus het heeft heel diep gezeten bij mij, die korte tijd dat ik ze gekend heb. De grootouders van Ina, hier met het witte schort en hij met de vlinderstrik, hadden een bar aan de Westerwagenstraat in Rotterdam. Ina kwam er als klein meisje graag. In het café mocht ik dus op een kruk zitten, achter de toog. En dan hing er zo'n potloodje aan een touwtje. En dan een veer en dan kon alle kanten op en dan mocht ik tekenen. Mooie herinneringen, maar dan wordt het 14 mei 1940. Van de kroeg van haar grootouders blijft niets over. De stad is in puin en de moeder van Ina wordt opgeroepen om bij afgravingen te komen kijken of haar schoonouders er liggen. En dan kreeg ze een doek voor de mond, voor de vreselijke lucht. En die ze zich haar hele leven herinnerd heeft, die lucht, dat raak je niet meer kwijt, zei ze. En dan moest ze kijken. En dan moest je dus wel dichtbij komen natuurlijk, wat ook geen pretje was. De grootouders van Ina zijn nooit gevonden. Haar vader heeft zijn hele leven naar hen gezocht. Nu, 74 jaar later, kreeg Ina toch iets tastbaars in handen, dankzij het initiatief van Museum Rotterdam, het Stadsarchief en het Oorlogs- en Verzetsmuseum. De overlijdensakte van haar opa en oma, getekend door haar vader. Ik moest huilen. Ja, ik moest echt huilen. Ik zag het zo voor me. Ik heb nogal een groot inlevend vermogen, soms een beetje te groot. Maar ik zag mijn vader daar zo staan, weet je wel, die dat dan aangaf. Dat zijn vader en moeder vermist waren. En dat deed me wat. Volgend jaar, tijdens een grote overzichtstentoonstelling over het bombardement, wil Museum Rotterdam zoveel mogelijk gezichten laten zien. Ja, en u kunt misschien meehelpen. Kijk op de website bombardement1940.nl. Zometeen in deze uitzending. Vogels huilen niet. Ze zijn meestal, als ik fotografeer, ook al wel een paar dagen al in de opvang. Dus ze zijn al wel gewend aan die mensenhandel.
Voor de deur van het Turkse consulaat in Rotterdam demonstreerden vanmiddag enkele tientallen Turken tegen de slechte werkomstandigheden in de mijnen in Turkije. Gisteren stortte daar een mijn in en kwamen meer dan 200 mijnwerkers om het leven. Volgens de demonstranten is het de schuld van de Turkse regering. Twee talen worden gedemonstreerd voor de deur van het Turkse consulaat aan de Schiedamse vesting Rotterdam. En zelfs op zo'n dag als vandaag wordt uitspraak gedaan door de premier zelf. Het is je lot, als je in mijnen gaat werken, weet je dat je een keer om deze omstandigheden geraakt kan worden. Demonstranten sympathiseren met de links-communistische oppositie in Turkije. Die maken al langer een punt van de onveiligheid van de Turkse mijnen. Maar de Turkse regering wilde niet luisteren. Dit is het Turkse consulaat. Turkse consulaat betekent Turkije. Ook de staatsvlag ervoor. Zodra je daar binnenstapt, heb je ook met Turkse regels te maken. En dus daarom zijn wij hier. Moordenaar Erdogan! Moordenaar Erdogan! Het Turkse consulaat houdt alle deuren gesloten zolang de demonstranten blijven staan. Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit! Het circus Bellywien, dat is neergestreken op het gezondheidspark in Dordrecht, roept een hoop gemengde reacties op. Er is weerstand, omdat het circus nog met wilde dieren werkt. Maar veel mensen grijpen de kans ook aan om een giraf of tijger eens echt van dichtbij te bekijken. Het levert bijzondere plaatjes op. De kamelen en giraf die ontspannen rondlopen op het terrein voor het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis. Het is de hele dag door druk met mensen die even kennis willen maken. Wat heeft u voor lekkers meegenomen? Gewoon een boterham. Marokkaans brood. Marokkaans brood? Ja, Marokkaans brood. Vindt u wel heel lekker? Wat, is het lekkers, Nederlands of Marokkaans brood? Marokkaans natuurlijk, hè. Ja? Het is allerlekkerst. Het is halal? Allerlekkerst. Het is halal natuurlijk, hè. Wat is dat voor een dier? Giraffen. Ja, en wat ligt er daar achter op de grond? Wie zit er daar nog meer? Kamelen. Dat zie je normaal gesproken niet, hè? Nee. Normaal gesproken alleen in de... Ja. En zelf zijn de dieren ook behoorlijk nieuwsgierig. Toch zijn er onder de bezoekers ook mensen die zo hun bedenkingen hebben. Zij vinden dat wilde dieren niet bij het circus thuis horen. Ik vind dat ze gewoon bij te horen, zeg maar gewoon vrijheid en zo. En niet met shows en zo. Dat vind ik niet kunnen. Ze staan er hier goed bij. En dat scheelt ook een hoop. U heeft de indruk dat ze goed verzorgd worden? Ja. Dat is ook belangrijk. Dat is het belangrijkste. En jullie vinden het niet erg dat dit circus wilde dieren heeft? Nee, want wilde dieren niet zijn wel mooi. Zeker de tijgers dat daar staan. Vind je die ook mooi? Ja, die hebben we eergisteren al gezien en die zijn prachtig. De dieren en het circus Bellywien zijn nog tot en met 25 mei in Dordrecht. En vanavond vindt de eerste show plaats. De vele stroomstoring op het eiland Goeree-Overflakkee zouden binnenkort wel eens tot het verleden kunnen behoren. Netbeheerder Stedin is namelijk bezig met de aanleg van een nieuwe stroomkabel van 8 kilometer lang onder het Haringvliet door. Een unieke operatie volgens Stedin. Deze hoogspanningskabels zijn jarenlang de enige toevoer geweest van stroom naar het eiland Goeree-Overflakkee. En het is ook nog eens een onbetrouwbare verbinding. Nou, als je teruggaat naar de historie, de watersnoodramp hier, toen is er heel snel een nieuw net uitgelegd. Dat waren eigenlijk lange, dunne kabels. Nou, volgens de huidige normen was dat gewoon geen robuust net. En dat is de afgelopen jaren ook wel gebleken. Meerdere keren per jaar zat het eiland geheel zonder stroom. Weer een stroomstoring. Dit is voor ons niet meer te overzien. Ik heb ongeveer 16.000 euro omzet misgelopen gisteren. Ja, de stroom viel uit, de pinautomaat viel uit en de klok stinkt stil. Dus ja. Dan gaat die kachel uit en dan wordt het erg koud op de deur. Stedin legt nu een nieuwe kabel aan onder het Haringvliet om zo het stroomnet betrouwbaarder te maken. De manier waarop deze kabel onder de grond en dus ook onder het Haringvliet wordt geboord is in Europa nog nooit eerder gedaan. Het unieke aan het project is dat het een hele lange boring is van 3 kilometer. En dat het ook niet in één keer kan, maar van twee kanten moet komen. En uiteindelijk moet dat dan ook wel bij elkaar komen. Dat is natuurlijk technisch heel complex. Er gaat dus een boor met kabels onder de grond vanaf Voorneputten en een boor onder de grond vanaf Middelharnis. In het midden van het Haringvliet, de hoogte van dit gemaakte werkeiland, moeten de boren elkaar tegenkomen.
als het goed is. En ik heb er alle vertrouwen in dat goed gaat komen. Dat die elkaar gaan ontmoeten. Precies, ja. Met de aanleg van deze nieuwe kabels is zo'n 40 miljoen euro gemoeid. Overigens ligt die er niet alleen om het eiland beter te voorzien van stroom, maar ook om juist de stroom van het eiland af te kunnen voeren. En het tweede doel is inderdaad om de duurzame energie die hier wordt opgewekt met wind en met zon en ook wellicht met getijdenenergie, om dat ook terug te kunnen leveren aan het net, hè, zodat daar in Nederland ook gebruik van kan worden gemaakt. Volgende week vrijdag worden de kabels aan elkaar verbonden en is het eiland Goeree-Overflakkee straks niet meer afhankelijk van alleen deze ene hoogspanningsmast. Tegen het raam gevlogen, moeder kwijt, bevroren poten. Dagelijks vinden er heel wat drama's plaats onder de vogelpopulatie. Veel van deze dieren komen terecht bij vogelklas Karel Schot in Rotterdam-Zuid. Anja Scheesink is vrijwilliger bij de opvang en fotografeert al dat vogelleed. En daar verschijnt dit weekend een boek van en een tentoonstelling. Onder de noemer Vogels huilen niet. Woehoehoe, lekker eten. Dat vind ik ook wel het mooie van die vogels. Dat ze dus eigenlijk zo krachtig zijn. Ook al mankeren ze van alles. Je ziet het er niet aan terug. Blackbird singing in the dead of night. Ik ben sinds april 2012 ben ik vrijwilliger. En ik ben begonnen als voedermoeder. Take these broken wings and learn to fly. Nou, ik had dus het idee om die vogels te fotograferen. En ik wilde dat wel voor die witte achtergrond doen, omdat de vogels al mooi uitkwamen. Ze zijn meestal, als ik fotografeer, ook al wel een paar dagen al in de opvang. Dus ze zijn al wel gewend aan die mensenhanden, want ze worden elke dag overgezet. Van de ene kant naar de andere kant, omdat ze elke dag een schone kooi krijgen. Ja, dan komt er ineens natuurlijk een camera en dan zijn ze, je ziet ze soms wel echt heel nieuwsgierig kijken van hey, wat is daar? En dat vind ik ook altijd wel mooi en dat zie ik ook als ik fotografeer. Dan zie ik ze een beetje kijken. Joe, hier ben ik. Daar probeer ik wel op in te spelen dat ik op de juiste momenten dan wel de foto maak. Dat die vogels werden vastgehouden met die blauwe handschoen. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi, want die blauwe handschoen die laat wel zien dat de vogels verzorgd worden. Maar het staat daarentegen ook wel symbool voor de menselijke interventie die van grote invloed is van het leven van de vogels in de stad. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als we door dit project en door het boek en door de expositie dat mensen zich wel iets bewuster worden van wat het met vogels kan doen als ze plastic laten slingeren. Ja. Je ziet in de stad natuurlijk alle duiven met stompjes lopen. Dat is allemaal door afval wat blijft slingeren. En daar moeten we gewoon een beetje voor waken. Want daar hebben de vogels gewoon last van. You were only waiting for this moment to arrive. De tentoonstelling over vogels opent aanstaande zaterdag in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Het is tijd voor de laatste loodjes van het voetbalseizoen. Morgen de eerste wedstrijden van de finale van de play-offs. Met nog altijd 3 teams uit onze regio in de race om promotie. Dennis van Eersel. Ja, en eigenlijk gaat het met alle 3 die teams prima wat betreft de voorbereiding. Want iedereen is fit. Dat geldt voor Excelsior. Trainer Marinus Dijkhuizen heeft iedereen tot zijn beschikking in de wedstrijd tegen RKC. Eerst op Woudestein morgen. Zondag de return in Waalwijk. En ook Sparta en Dordrecht. Daar is eigenlijk iedereen aan boord. Daarbij wordt eerst gespeeld op het kasteel. En zondag aan de Krommendijk. En vandaag gingen we langs bij alle 3 de clubs. Excelsior heeft een fitte spelersgroep voor de finale van de play-offs tegen RKC. Middenvelder Jeff Stans speelde enkele jaren bij die club, maar heeft er geen moeite mee om de Waalwijkers te laten degraderen. Ik denk dat RKC een prima aanval heeft en middenveld met een Kastel en een Snow. Alleen ik denk dat ze verdedigend zeker wel wat steekjes laten vallen. Ik denk dat ze daar ten opzichte van vorig jaar veel in zijn verminderd. Met toch een keeper als Jeroen Zoet en nu een Arjen van Dijk. Dat was toch vorig jaar al de tweede keeper daar. En ik denk dat daar onze kansen wel liggen. En zoals je weet, Veldwijk en Botaken die maken
wekelijks gewoon de verdediging van de tegenstander lastig. En die zijn gewoon heel lastig te bespelen. De Boetaken met zijn snelheid en Veldhek met zijn scorend vermogen en zijn kracht. Dus ik denk dat daar onze kansen liggen en dat we het daar moeten gaan beslissen. Ook in Dordrecht is iedereen fit. Een blessure oplopen op de laatste training was sowieso bijna onmogelijk. Omdat die training vanwege het noodweer van morgen werd ingekort. Over de opstelling tegen Sparta wil trainer Harry van der Ham eigenlijk nog niets prijsgeven. Ja, je speelt uit. In een volle bak, in een kolkend stadion en op een slecht veld. Hè, dat komt er ook nog bij. Wij houden van positiespel, maar het is natuurlijk wat makkelijker als op het moment dat je op een kunstgrasveld speelt. Dus daar moeten we ons ook in aanpassen. En misschien dat we licht favoriet zijn, maar dan zal het 49-51 zijn. De wedstrijd tegen FC Dordrecht betekent voor Sparta het laatste duel op gewoon gras op het kasteel. Op de laatste training kreeg Mimoun Mahi last van zijn zij, maar zijn meespelen komt niet in gevaar. Sparta speelt vermoedelijk in dezelfde opstelling als tegen NEC. Dordrecht is de favoriet, laten we eerlijk zijn. Die hebben een seizoen waarbij ze net geen kampioen werden. Ze hebben heel veel goede spelers. Ze hebben een keeper die naar Feyenoord gaat. Ze hebben de topscorer, Gladon. Ze hebben een geweldig middenveld. Dus ja, het is hartstikke moeilijk om tegen die ploeg te spelen. En meen je dat nou echt of zeg je het omdat je het wel lekker vindt? Om Sparta in die underdog-positie te hebben. Ik meen altijd alles wat ik zeg tegen jullie. Oké, geloof het of niet. Wat in elk geval vaststaat, is dat het kasteel morgen stijf uitverkocht zal zijn. Met 10.000 fanatieke toeschouwers. Iets meer dan dat er vandaag op de training waren. Nou, langere interviews bij Excelsior, bij Dordrecht en ook bij Sparta. Ik ga dat hele interview met Gert Kruijsen bekijken. Dat kan namelijk op onze website Rijnmond.nl onder het tabblad Sport. Dankjewel, Dennis van Eersel. Leerlingen van 18 klassen van Rotterdamse basisscholen hebben op uitnodiging van UNICEF een filmpje gemaakt over kinderrechten. De school met het beste filmpje mag door naar de finale in Amsterdam. In Pathé de Kuip kwamen de kleine filmmakers vandaag bij elkaar. En daar was ook een echte jury aanwezig, met onder andere onze collega Suzanne Mulder. Kinderrechten! Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Nou, dat is toch best wel mooi. Deze kleutertekening. Waarom zijn kinderen nou weer de dupe van de oorlog? Iedere dag moeten ze kleren maken. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Vaak hebben ze honger, want eten is er maar heel weinig. Want iedereen heeft recht op privacy. Kinderen hebben allemaal filmpjes gemaakt en de filmpjes hebben als het goed is een aspect waarin kinderrechten voorkomen. Dat kan van alles zijn. Dat kan zijn het recht op onderwijs, schoon drinkwater, maar ook recht op privacy. Dat kan van alles zijn. Wel bizar, hè? Sommige kinderen zijn nog maar 2 jaar. De bedoeling is dat daaruit ook wel blijkt wat nou de kinderrechten zijn en dat ze het natuurlijk ook wel een beetje snappen. En dat is zeker gelukt. De kinderen weten heel goed waarom kinderrechten belangrijk zijn. Kom je de gevangenis in, niet meteen. Een kind heeft ook liefde nodig. Van zijn vader en moeder. Hij heeft steun nodig. Ja, steun ons eten. Voor een goede toekomst. Drinken. Als er geen kinderrechten waren, dan zouden de kinderen ook gewoon niet mogen. Ja, dingen naar mogen. School, ja, naar school. Veel dingen. Nou, omdat het gewoon niet goed is dat in sommige landen toch de kinderen zelf moeten werken of gediscrimineerd worden. We hebben je antwoord op de kermis. Waar zou dat ons naartoe brengen? Weet ik niet. Maar liefst 18 Rotterdamse basisschoolklassen deden mee aan het filmfestival. De filmpjes werden beoordeeld door een strenge jury. Ik ga op letten of ze de boodschap die ze willen overbrengen, dus over kinderrechten, of ze die verpakken in een goed verhaaltje. Dus of ze op een overtuigende manier, op een niet te drammerige manier, die boodschap overbrengen. So shine. Voor de deur staan 2 doktoren uit Nederland. Ze hebben het weeshuis op tv gezien en willen hun hulp aanbieden. Ze hebben een doos met protheses meegenomen. Mijn been!
En het filmpje Minder sproeten van de Pnielschool is de winnaar in Rotterdam. Dames en heren, staan. De mensen van de regering zijn er. Goed. Fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan vandaag een belangrijke wet tekenen. We gaan vandaag om de anti-sproetenwet in te voeren. Zij mogen door naar de finale in Amsterdam. Ja, en die finale die is op 20 juni in Pathé Tuschinski. Dat was het. Meer nieuws op Rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder.